Hey, leuk dat je weer kijkt. We zijn voor de verandering een dagje in de Efteling. Sorry voor het onderbreken van onze roadtrip. Maar deze kwam er even tussendoor. En we zijn bij de Efteling Midsomer Festival. Dat is de langste dag eigenlijk. En niet zomaar. Hoi. Maar Suus is er ook. En dan niet alleen, als jullie goed kijken. Ze zijn zelf ook erg druk bezig in het Engels. Maar Sven en Elise van See You in Main Street. Dat is de link. Ik zal even laten, als ze erbij zetten wie is. Dat jullie ook weten wie van de twee wie is. En ja, we hebben dus zometeen worden we opgesloten op het festivalterrein voor een uurtje. En dan... ja, dat is toch zo. We moeten om 6 uur stond daar een bord. Moeten om 6 uur daar zijn. Moeten ervoor zorgen dat we om 6 uur daar waren. Anders dan ging het mis. En dan gaan we kijken wat vanavond allemaal te brengen. Er zijn allerlei eetstentjes. Festiviteiten, attracties allemaal open. Dus het wordt hartstikke leuk. Dus we zien jullie zo meteen op het festivalterrein. Tot straks. Nou, lekker gezellig. En nu op het festivalterrein inmiddels. Elise heeft een visburger. Oh, zo goed. En dat was echt gewoon letterlijk de enige tent waar geen rij stond. Ja. Wij zijn nu, waar is de vis? Oh, daar is de vis. Ja, ik zie hem. Hij is heel lekker. Hij ruikt ook lekker. Heel fris. Ja, precies. Maar de rest staat dus overal rijden. Maar de voedselkeuze is al een stuk beter dan die van vorig jaar. Dat is al positief. Precies, zo blij. Zelfs het bier is lekker. Ja, toch is dat ook gulpener. Ze hadden ons voorgelogen dat het superler was. Kijk je daar, dat is niet zo heel druk. IJs. Nog meer bar. Dat ziet er ook wel erg grillerig uit, die Dilly Dog, Billy Dog. Maar Sven? Oh, die is er al. Die heeft al op. Ja. Nou, we zijn weer losgelaten inmiddels. Sven die stopt net het laatste stukje hotdog in zijn melk. Het was wel lekker. Ik had er... de achtergrond is gefocust. Ja, dat is het enige wat we een beetje vergeten zijn. Een servetje, zeg maar. Het was verrassend lekker. Ik ben nooit zo van de hotdogs, maar... Hier heb je twee handen, hoor. Ja. Iets met je vingers aflikken en zo. En, Ik ben toch blij dat ik mijn baard vanmorgen wat gegeten heb. Dat je dat vanavond nog wat over kunnen houden, zeg maar. Ja, zo helemaal naast een naamlasje. Ja, precies. Dat je morgen denkt dat je gewoon netjes je tanden poetst en gaat douchen. Dat je de volgende dag toch nog denkt van... Wanneer heb ik uien op, zeg maar. Nee, zo hoef ik ook niet te ontbijten. Om nom 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 nom. Nom nom nom. Maar we mogen weer, we mogen het park in. Het is, we waren erg onder de indruk van vooral weinig mensen op het veld. Daar houden we van. Lekker rustig. Dus het is ook, ik moet heel eerlijk zeggen. Sorry dat ik jullie even onderbreek, dames. Hi. Het was beter dan vorig jaar, hè, Suus? Ja, qua eten en dingen. Vorig jaar was het een beetje allemaal alternatief. Erg hippie. Maar dat valt nu wel. Het Woodstock-gehalte is erg omlaag geholpen. En het weer speelt ook gewoon gigantisch mee. Het was vanmorgen een beetje druilerig. En is nou echt gewoon. Gewoon super eigenlijk. Het is net niet te warm, net niet te koud. Ik zeg, ik keur het goed met jullie. Ja, Vlogception. Ik Vlogception. Ik keur het ook helemaal goed. Ja, zeker. Nou, we hebben dus net volledig, eigenlijk een beetje vloeken in de kerk. See You in Main Street, het eerste stukje van de Efteling laten zien. We zijn bewust bij het oudste gedeelte begonnen. Zodat het alleen nog maar leuker kan worden. Tot nu toe wel leuk, toch? Wel redelijk naar je zin. Ik vind het geweldig. Van een vreselijke backlight trouwens, maar dat doe ik zelf. Ja, ik het geeft wel een beetje een mooie halo. Halo. Precies. En we gaan nu richting Ruigrijk. Ruigrijk. Dan gaan we die jongen zo eens eventjes een bezoekje vereren. Daar in de afstand staat hij. Kijk. Grote vriend de baron. Ik weet, we zijn ondertussen wel achter dat wij
niet op een lege maag in een achtbaan moeten. Maar volle maag is geen probleem? Niet te vol. Nee, oké, maar wel een bodempje. Een bodempje. Dan is het goed. Ja, dat is een hotdog. Dat gaat best. Ja, maar we hoeven niet per se gelijk in de baron. We kunnen het best even een beetje laten verteren en gewoon eerst wat anders gaan doen. Doel, Vliegende Hollander is niet zo heel erg... Vliegende Hollander? Is niet zo heel erg... is wel spannend, maar niet dat je zegt van... Ja, dat heb ik wel even geleerd. Dus dat gaat best. Ja, in Trimsrilde ging het vanzelf, zeg maar. Oh, vliegen! Nice. Vliegen! Ik kan op elkaar. Oh, wauw. Oh, wanneer komt die brug, die Wobbly Bridge? Oh, zou ik zeggen, is dit See You in Main Street's Wild Kingdom? Ja. Oh, dit is leuk. Het rijdt wel een stuk comfortabeler dan Tomorrowland. Ja, Utopia is wat vervelend. Ja. Maar dit is dan ook Den Ouden tuffer, hè? Ja, Den Ouden. Dit is niet zomaar de nieuwe futuristische rommelige snelweg. Nee, dit is... Nou, daar is hij hoor, de Hommelbrug. Oh, kijk, ja, daar komt hij hoor. Wacht, this time it went okay. De rechter is het gaspedaal, schat. De rechter. Oh, dat doe ik zo. We worden ingehaald. Voor mij hebben ze er maar één. Ik heb toen in New York gedaan met in Central Park. Ja. Sail in the park. Sail in the park, ja. Ik had toen maar een deal gedaan. Een half uur varen plus een t-shirt. Ja. $25. Dat valt op zich wel mee. Let even op de weg, jij. Wat zat Christen te vertellen, schat? Dat kernwedstrijd al op de vijver bij tussen Newport B in New York afgelopen weekend. Is dat Christen te vertellen? Ja, die zei ze toen dat ze kerno me zag. Oh? Het is nou weer bijna afgelopen. Het gras wordt mooi bijgehouden, hè? Elektrische geit. Heel leuk. Blaastest. Ja, maar dat kun je nog prima, die test is... Ja, precies. Ik drink helemaal niet onder invloed. Als ik nog moet drinken, doe ik gasten maar één glas bier. Er is helaas nog tegen open, die zegt, voor mij heb jij genoeg gehad. Ik zeg, hou je mond als je tegen me praat. Vond het niet zo leuk. Zo, Mach 3. Ja, ik zie me, elektrische geit. Nee. Hij is aan het slapen nu. Oh, die van Elk en Chris, die is zielig, die is altijd de weg kwijt. Ja. Dat is leuk. En dan heeft hij hem bijna gevonden. Dan rijdt hij tegen een heel klein hobbeltje waardoor hij niet past. En dan moet hij weer helemaal opnieuw dat grasveld gaan uitmeten. Oh, gosh. Je krijgt medelijden met die robot gewoon. Dus ja, zeg, kom, ik pak je wel even op. We hebben fans. Susje zit naar vreemden te zwaaien. Nee. Ja, dat is leuk, toch? Nou, in de oude tufferbaan of op de oude tufferbaan, hoe heet dat? We hebben wel ons al geval, ja. 48 vierde. Nee, ik sta er lekker op. Eentje ernaast. Ik dan nog een keer! Ik dan! Dus, nou, dat was onze vriend Joris. We hebben hem gewoon weer gedaan. We vinden hem nog steeds niet leuk, maar goed. Ja, nou ja, dat is precies om die reden dat je van nee. Zo van WTF. Ja, WTF. Ja, hoge WTF gehalte. Dus. Even, oh, wat mooi. Kijk eens wat er mooi uitzicht. We gaan even de Vliegende Hollander kijken. Maar deze kan er.
Wat voor ijsjes hebben ze hier? En ze hebben hier dus ook frozen cola en frozen Fanta. Klinkt heel simpel, zo ontzettend lekker. Oh? Vooral de frozen Fanta. Is dat ijs of is het gewoon? Gewoon hetzelfde als een slushpuppie, zeg maar dan van Fanta. Wat staat er, 25? Ja, die 25 komen ook wel weer overheen. Als het een beetje, maar als het maar niet te warm is binnen, toch? Wat zouden ze daar aan doen zijn met die twee masten? Daar. Daar? Oh ja. Fotolocatie van Jack Sparrow. Ja. We zijn even... Oh, daar zijn ze. We waren ze even kwijt, maar... Wij liepen sneller dan de rest. Ja? Ja? Ik heb je gezegd dat we net alleen maar het simpelste gedeelte hebben gehad. En nu krijgen we echt de kracht van de nieuwe Efteling, zeg maar. Van het nieuwe team. Welkom bij de VOC. Ja, nee, de HVE. Oh, ja. Wel op blijven letten. HVE. De HVE. Oh ja, de VOH. Nee, wij noemen het altijd de Hiergende Vollander. Want het staat volgens mij nog steeds verkeerd om. En als je heel goed kijkt, zie je daar een gezicht. Oog, neus, mond. Ja, dat is als bron. Heb je schoonkaart van of zo? Ja, ik Ja, ik zou je haast de vraag gaan stellen, maar dan valt je rugzak. Wat voel je ervan? Geweldig! Echt! Adrenaline rush, of niet? Briljant! We hingen zo naar beneden, ja. En ik dacht in eerste instantie van... Oké, dat
is niet eng. Maar toen dacht ik, wacht even, nu natuurlijk een vrije val. We blijven hier niet hangen. Eerst was ook het gevoel van, oh help, en dan boom, dan ga je. Ja. Ik vond hem echt wel, ik wil hem echt heel graag nog een keer. Briljant, en ook die mist, ik zag niks meer. Nee, ja, dat is het nadeel van een bril. Ja. Dus, ja, we gaan eerst nog wat rest, andere dingetjes doen. En de avond is nog jong, toch? Ja, dus ik zou zeggen, we doen zo nog een keertje. Nou, jij vindt hem altijd leuk, toch? Ja. Ja. Ik had wel het idee, maar misschien omdat het donker was, dat dit langer duurt. Misschien door die mist. Dat komt denk ik door de mist. Ja. Paparazzi. Lekker druk bij de bom. Intermin, 5 hele minuten. Intermin, hè? Het is toch intermin, toch? Voor mij wel, ja. Voor mij is het de eerste. Ik wil zeggen dat het zo gaaf is dat je dit gewoon in het donker kan gaan. Ja. Denk, met de winter Efteling zou je dat ook hebben, denk ik. Nee, want er zijn nu al deze dingen dicht. Er zit echt super veel donker. Wat een bos opgesleden. Ja. Dit is... niet echt mijn favoriet, hè? Maar dat heeft ermee te maken dat wij hem een keer tot het uiterste hebben getest. Oh, ben je... Door tegen te gaan hangen. En toen zijn we met de vorige karren, niet echt los van de maan gekomen, wel een vreselijke klapper gemaakt in een van de bochten. En sindsdien ben ik er een beetje bang van, zeg maar. Kan ik me voorstellen, ja. Het zou wel heel apart zijn. Ik heb hem al gemiddeld gezet. Ja, grote. Kijk eens wat een drukte. Zo druk is het dus. Voor hem? Ja, joh. Gaan wij voor hem of hun voorin? Nee. We gaan wel lekker voorin. Nou, zoals ik al zei, niet mijn favoriet, maar het blijft wel leuk. Hoezo is dit jouw favoriet? Omdat ik ooit eens bij de vorige karren zijn we aan het kijken wat er gebeurde als je tegen ging hangen in plaats van mee ging hangen. Met een bocht. En bij een van de laatste bochten zei het karretje klababber terug op de baan. Au. En sindsdien ben ik altijd een beetje spastisch dat ik geen gekke bewegingen maak in dat ding. Lekker meelullen met ja, de bocht, ja, precies. We gaan hem doen. Ook weer gehad. Volgens Elise werden we gewoon losgelaten. Ja, dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Gewoon echt lang leven de zwaartekracht en meer is het niet. Maar snap je nou waarom ik zeg, we hebben het één keer getest hoe ver we konden gaan. Ja, en dat, absoluut. Dus daarom vind ik hem, ik doe hem wel steeds, maar... Sandy is even aan het uitleggen in het Engels voor alle internationale mensen. Dat blijft natuurlijk vrij uniek. Wij vinden dit maar normaal, maar het is het eigenlijk niet. What are you going to choose, Susie? Do you already know? Bami al. Bami. Ook zo typisch Nederlands. Otherwise it's called the noodle snack. Ja. The noodle snack. So some goodness. Het mooiste is dat wij er zomaar zeggen overal een mooie naam voor hebben. Maar alles is hier frikadel, meat snack, rundvleesgekret, meat ragout snack, bamiap, noodle snack, kaasgesleed, cheese snack. Alles is snack. Alles is snack. Lekker hoor. Cheese met de bamiap.
Nou, dit is dus festival terrein van dit jaar. Wat ik net ook al zei, stukken beter geregeld dan vorig jaar. Vorig jaar was het al leuk, alleen iets te veel alternatieve gerechten. Maar het is nu ook wel drukker. Nog steeds zijn de attracties zo redelijk allemaal doorlopen en gezellig. En ja, hoe kan je beter een dagje afsluiten dan met een sprookjesbos? Dus we gaan de sprookjesbos nog even donker doen. Het is allemaal een beetje uit, schat. Ja, dat is een beetje gek. Gooi dan het sprookjesbos ook gewoon dicht. Nou, dit is het sprookjesbos, normaal is het leuk. Precies dezelfde kamer. En dan zeggen ze dadelijk van, dat waren die twee die we alles verziekt hier zo. Nee. Krijgen we nog geld van. Hier hebben we... Hier kwam die een chocolade. Een fristie. Waarom vergeet je dat steeds dat het een fristie was? Het was een fristie. Het drinkt altijd chocolade. Het was een fristie. Ik vind dit wel een beetje stom. Ja. Tussen Spookjesbos was dus geen succes, dat stond al uit. Waarschijnlijk was de automatische timer ingeschakeld. Dus het wordt een afsluitertje, denk ik. Lezertjes staan aan. Roodmachine. Ja, roodmachine ook. Maar globaal. Globally. De indruk, de eerste indruk is het niet, want je bent er pas nog geweest. Maar... Ik zeg geweldig. Voor een niet-Disney park? Ja, echt. Ja, ik moet wel zeggen dat het festival gaf wel extra dimensie aan het geheel. We staan een beetje in de weg, denk ik. Gewoon, dat is geweldig als je hier dan ook nog allemaal foodtrucks hebt. En leuk met live muziek en leuke sfeer en speciale figuren overal in het park. Maar ja, alle attracties. Ik moet zeggen, dat hebben ze goed gedaan. Goed spul. Dat is weer eens wat anders dan de... Je bent al scherp. Ja, daar ben je weer. Daar ben je weer. Ja, dat is mist. Ja, mist? Ja, ik vroeg me af wat hij hier mist, zeg maar. Dat is mist. Hij vindt het niet zo leuk, maar daar zijn we weer. Maar het wordt dus niet omgezet naar See You at Pardoes Promenade. Dat dan weer net niet, zeg maar. Nee. Nog niet, hoor. Nee. Ik vind het wel heel leuk. Ik mis Mickey toch wel een beetje. Ja, dat mag niet. Ze hebben het geprobeerd, maar dan moeten ze er veel voor betalen. Dus dat, ja. Ik heb Pardoes ook niet gezien trouwens. Nee. Dat is geen flauw idee. Nee, precies. Nee, zwaar onder de indruk. De attracties en dan Vekoma, handelsmerk Nederland. Ja, maar jij was meer fan van de Baron. En dat is echt een BNM'tje. Goed, er zijn meerdere goede bouwers, maar als je dan hier in een attractie zit en je ziet gewoon Vekoma... Ja, het blijft Hollands trots. Tower of Terror. Ja. Hartstikke leuke attractie. Ga je opzoeken van wie die is? Ja. Een van de grootste liftenbouwers ter wereld, Otis. Ik bedoel, elke keer als ik nou in Otis lift stap... Denk je dat hij naar beneden stort? Zouden ze het gekke ook hier in de graf gieten? Nee. Nou ja, als dan de deur open gaat en je ziet heel Parijs liggen, dan denk ik van, nou, dan mag het... Als je dat op een kantoorgebouw hebt en je doet de deuren boven open en je ziet dan... Ja, dat is wel beter. Ja, dat, nee, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Dus het was wel een... sorry. Een succesvol dagje, zou ik zeggen. Is het... Wie schaduw is het? Ja, ik ga zo staan. Ja. Zo, kijk, oh, spooky. Daar ben ik helemaal spooky. Ja. Maar voor herhaling vatbaar denk ik wel, toch? Ja, zich ja wel. Zeker. Ja. Zeker. Was gezellig, ik bedoel, of dit, wat? Zien we ook, de gekke kleur. De gekke lens. Ja. Wat is ja, er met jou? Je hebt een streepje ook, zus. Een stapje naar voren. Ja, met die stapje naar voren. Achter, en een stapje naar voren. Kwart draaien, zo. Werkt dat? Ja, voor mij vind dat oliebollen, dat zie je niet.
Nee, de oliebollenbank gaan niet. Doe je alleen maar even. Oh, is ook wel. Halleluja. Maar goed, ik vind het wel voor herhaling van, maar ik vond het wel gezellig. Ja. Dus dat gaan we zeker even plannen om te kijken waar en wanneer en hoe en in welk park. Ja, ook welk park. Want ja, waar zie je elkaar? We zien elkaar in Main Street. Precies, dat bedoel ik. Dus bij deze, subscriben. See you in Main Street. Ik zal de link onder in de description zetten. Het rooitje er uiteraard ook. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor je like. Bedankt voor het delen. Bedankt voor gezellig te doen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Dag. Curryworst met barbecue saus.